Mensen, dan zijn we dan weer met een nieuwe video. Ik heb niet veel gevist de laatste tijd, maar ik denk jullie ook niet, want het was nogal heet aan de waterkant. En niet alleen aan de waterkant, maar het was eigenlijk overal wel erg heet. En ja, dat was gewoon niet meer leuk, dus ja, vissen, dat zat er gewoon even niet in. Inmiddels is het natuurlijk weer wat koeler geworden, en, maar nog steeds prachtige temperaturen. Alleen net voordat de hitte in Nederland zeg maar de intrede deed, hadden we nog wel een aantal keren gevist aan de rivier. En ja, in principe toch wel graag aan de rivier op dat moment nog met die warmte, omdat er veel zuurstof in het water zit. En natuurlijk, ja, vissen zijn overdag zelfs met warm weer toch wel vaak actief. Actiever dan op andere soort wateren. Dus daarom ga ik graag naar de rivieren, altijd met wat hogere temperaturen. Maar we merkten al dat de waterstand erg laag was en dat snoekbaan steeds minder werd. Ja, in de avond en nacht vingen we nog wel af en toe snoekbaans, omdat die dan toch wel actief werden dan nog, wat er nog zat. Maar op een gegeven moment werd dat water ja, behoorlijk laag en dan is het gewoon over. En dan kun je gewoon niet meer vissen op snoekbaans. En daar komt bij dat het gewoon, ja, het wordt ook te warm, dus misschien voor dat soort roofvissen. Dus laten we ze allemaal gewoon even met rust. Dat geldt ook zeker voor snoek natuurlijk. En daarentegen zagen we wel heel veel roofblij jagen op de rivieren. Zeker met die lage waterstanden waren ze heel actief. En we hadden best wel wat leuke opnames gemaakt nog toen, een aantal weken geleden. En ik speelde eigenlijk al de afgelopen anderhalf, twee weken met het idee van ja, laten we een roofblij video maken met wat tips. Tips van wat voor soort kunstaars we gebruiken, misschien een kleine top 5. En nog wat tips in de video's waar je misschien wat aan hebt. Dus aan het gebruikte materiaal en misschien wat andere technieken. Ja, wat je roofblijvisserij makkelijker kan maken. En ik pakte mijn tacklebox erbij omdat ik dacht van weet je wat leuk, we maken dan een top 5je eerst om de video te beginnen. Ja, maar daar zie ik natuurlijk alweer hele bakken vol met kunstaars. En dan kijk ik en dan denk ik van ja, die is goed en die is goed en die is goed. En dan kijk ik nog een keer naar het plugje en dan denk ik van ja, maar dat is een Japans plugje en dat is ook een Japans plugje. En die zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En ik heb het eventjes simpel gehouden, want er zit heel veel kunstaars tussen die ik eigenlijk ook heel veel gebruik. En wat eigenlijk gewoon prima werkt voor roofblij. En wat gewoon ja, goed is. En relatief goedkoop ook. Het belangrijkste eigenschap van zo'n stukje kunstaars is natuurlijk dat het blijft zwemmen in harde stroming. En de kunstaars die ik heb uitgekozen in deze top 5 zijn in principe ook kunstaars wat ik daarvoor bedoelde, zeg in de stroming. Ik ga het niet even hebben over topwaters en dat soort dingen en zo. Er zijn bepaalde andere situaties wanneer ik die inzet. Maar dit zijn gewoon even de kunstaars, de standaard kunstaars die ik bij me heb als ik sowieso ga roofblij vissen. En ik zet ze even in de volgorde van 5 tot en met 1. En ik begin dan even met 5 waar ik vaak mee begin. En zo ga ik naar beneden en dan laat ik een aantal kunstaars zien om te kijken ja, van waar is die roofblij op dat moment geïnteresseerd in. Op nummer 5, daar heb ik een plugje staan. Dat is deze. Dit is de Salmo Thrill. Dit is een plugje, dit is 5 centimeter. Ja, ik zeg plugje. Ik vind hem eigenlijk meer te vergelijken als een werppilkertje. Hij doet bijna niks. Waar hij de naam Thrill vandaan heeft, weet ik niet, maar hij trilt bijna niet. Het is, hij beweegt heel lichtjes. Soms moet ik echt focussen op mijn top om iets te voelen. En eigenlijk gaat hij gewoon recht door het water heen. En toch vond ik er echt heel veel over blij mee. Zeker in het begin van het seizoen, als op speltaart zitten, pak ik vaak deze 5 centimeter. En iets later in het jaar 7 centimeter. En ja, wat ik zei, ze zinken als een baksteen. Het is wat dat betreft net als een werppilkertje. Je moet dus wel flink blijven doordraaien. Dus je moet niet even een knoopje in je lijn gooien dat hij eventjes naar de bodem gaat. Want dan ben je waarschijnlijk kwijt. Maar het is een, ja, het is een heel simpel plugje. En iets wat ik zeker kan aanraden, want het werkt gewoon heel goed voor roofblij. Je kan er verre afstanden mee gooien, je kan er ver mee, snel mee binnendraaien. En het is echt een search bait, je kan echt overal naartoe gooien en heel snel in een bepaalde tijd zeg maar een gebied uitvissen. Om te kijken of er actieve roofblij zit. Dus ja, de Salmo Thrill is een aanrader. Op de 4e plek heb ik staan de Rapala X-Rap. Ja, het is gewoon een schitterend plugje. Werkt eigenlijk altijd wel. Ik gebruik hem ook heel veel voor het zeebaarsvissen.
ook de 7 centimeter en ook wel de 9 centimeter. Toch vind ik de 7 centimeter gek genoeg ja, fijner. Ik vang met de 9 centimeter ook wel hoog blij, maar ik vind deze gewoon prettiger werpen. En hij, ja, hij gooit niet zo lomp als de 9 centimeter. En hij snijdt even net wat beter door de wind heen, door de stroming heen. En ja, vaak hoef ik er maar 1 of 2 van mee te nemen. Dit is een witte kleur. Ik gebruik hem nog wel als een geel-oranje kleur. Ik heb toch wel het idee dat die UV-kleuren af en toe, zeg maar, die felle kleuren, zeker met zon, hoogstaande zon. Ja, laten we daar natuurlijk in de zomer vaak met roodblijvissen te maken hebben. Toch beter opvallen. Dus wit of die gele-oranje rug, dat vind ik wel vaak hele goede plugjes. Dus dit is een plugje die heel gangbaar is. Relatief ja, goedkoop, weet je. Ik denk dat je voor oké, zoals ze zijn, €15. Maar dan heb je wel echt een goed plugje. En absoluut aanraden. Op de derde plaats heb ik een soort van spin jig staan. Ik vis er niet altijd even graag mee, want een spin jig heeft zo'n spinnenblad aan de achterkant. En als je stromend water hebt, dan moet je behoorlijk draaien om zeg maar om binnen te krijgen, want hij geeft heel veel weerstand. Deze is van Savage Gear. Dit is de Fat Tail Spin, zo uit mijn hoofd. Ik gebruik ze ook van Mollix. Ik heb in het verleden ook gewoon een variant gebruikt van Spro, de Asp Spinnen. Volgens mij heet die gewoon zo. Dat zijn hele gangbare modelletjes, werken ook. Ik ben wel een fan van deze van Savage Gear, omdat hij een heel groot rond spinnenblad heeft. Geeft echt prachtige trillingen. Er zijn dagen bij dat als ik zeg maar op snoekbaars of baarsvis en shads werken niet, dan is dit vaak het kunstaasje die echt het verschil kan maken. Dus hij is op zich wel heel veelzijdig. Je kan hem voor verschillende technieken gebruiken. Want je kan er mee jiggen, maar je kan er ook zeker mee spinnen. Soms een combinatie van. Maar bij roofblij draai ik hem gewoon binnen. Maar dit is, ja, het werkt prima. Deze is behoorlijk, ja, je ziet het, is een klein dingetje, maar 16 gram. Ik gebruik eigenlijk altijd de 10 en de 16 gram. Ik gebruik niet veel zwaarder, want ze gaan behoorlijk snel naar beneden. Dus ze pakken echt wel diepte. Of je wil dieper vissen. Maar nee, ik vind eigenlijk bij de max bij 16 toch wel zitten. En dit is absoluut een aanrader. Dit is echt gewoon een heel goed aasje. Op nummer 2, en dat is iets heel simpels misschien. Ja, dat zijn eigenlijk dat zijn lepels. Maar dit zijn lepels van Hansen. Dit zijn type stripper. En deze komen uit Denemarken. En die worden eigenlijk gebruikt in Denemarken voor de zeevrelvisserij. Maar zijn in Nederland ook gewoon te verkrijgen. Zijn ook echt toppers voor bijvoorbeeld het zeebaarsvissen. Ik heb ze ook altijd bij het zeebaarsvissen bij me. En ik heb er ook heel veel zeevrellen mee gevangen, ook in Nederland. Want ik heb daar wel specifiek op gevist in Nederland. En ja, dit lepeltje hebben al de nodige vissen opgeleverd. Heeft een schitterende actie. Op een spinstop dwarrelt hij echt op deze wijze naar beneden. En dat is wat je dan nodig hebt voor die visserij. Bij roofblij heb je dat niet echt nodig. Het belangrijkste is gewoon dat hij ja, gestroomlijnd is. En dat hij diep genoeg gaat in de stroming. Zonder dat hij gaat klimmen naar het wateroppervlakte. En ja, daar zijn deze prima voor. Je hebt ze ook geloof ik in 7 gram, maar dat kies ik eigenlijk nooit. Ik kies eigenlijk altijd voor de 12 en 15 gram. En afhankelijk van de stroming en behoorlijke stroming pak ik toch al eigenlijk meteen die 15 grammen. Ik heb ook nog een fel kleurtje. Op zich ja, kan je daarmee experimenteren. Je ziet ook dat ik aan de onderkant wat flash heb. Of hier flash en veertjes. Dat is een teaser. Die zet ik er eigenlijk altijd zelf op, omdat die lepel heeft een hele mooie actie van zichzelf. Die waggelt behoorlijk zeg maar, van links naar rechts. En door die veertjes krijgt hij eigenlijk nog meer actie. En lijkt het bijna eigenlijk wel op een tweedelige plug. Gaat behoorlijk tekeer. Maar dat zijn wel soms de dingen waarmee je die vissen kan triggeren. En ik heb hem niet voor niets op de tweede plek staan, want het is een heel simpel kunstaasje. Maar ook zeer onderschat kunstaasje. En nu heb ik de Hansen stripper voor me, maar er zijn ook nog andere lepels die ik gebruik die ook eigenlijk heel goed zijn. Maar om je een houvast te geven, dit is gewoon echt een goede lepel. En weer veelzijdig, dus ook op veel manieren voor veel visserij te gebruiken. Dus zowel op het zoete als op het zoute. Toppetjes. En op de laatste plaats, of eigenlijk de eerste plek eigenlijk,
Ja, dat is denk ik toch wel de favoriet voor heel veel mensen. Dat is deze, dat is de Salmo Slider. Dit is de 5 centimeter. Ik gebruikte jaren geleden altijd al de 7 centimeter. Maar de 7 centimeter is net zoals hetzelfde verhaal als met die X-Rap. Die vind ik net even wat lomper werp op grotere afstanden. Op zich misschien niet zo gek. Hè? Natuurlijk iets groter, dus hij wordt ook wel iets meer gepakt door de wind. Deze die snijdt echt gewoon door de wind heen en door de stroming heen. En hier kan je eigenlijk niks verkeerd aan doen. Ook niet als beginnende erop blijven vissen, want dit is gewoon zo ver mogelijk uitwerpen en vol gas binnendraaien. Dit blijft altijd in de bovenste waterlaag zwemmen. Hij gaat van links naar rechts. Het is eigenlijk geen plug, het is een jerkbaitje. Maar dit is een soort type jerkbait die je dus niet hoeft binnen te jerken. Dus met tikken op de top. Maar deze gaat gewoon zwemmen op het moment dat je hem binnendraait. En ik denk dat hij door die wijde bewegingen wat hij krijgt onder water ook... Ja, zeer interessant is zeg maar voor de roofblij, want die weet hem feilloos te spotten. Dit is een zilver modelletje. Ik gebruik graag bij wat donkerder weer en wat donker water, soms ook en iets meer met een donkere rug. Ik heb ook wel succes gehad met een perch kleur en ook wel met de, je hebt ook felle kleurtjes, meer fire tiger achter en zo, werkt ook prima. Moet je mee experimenteren. Een goede vismaat van mij die heeft zelfs geëxperimenteerd met verschillende kleuren nagellak. En die heeft glitters op aangebracht met glitternagellak. En dat werkte ook echt goed. Dus je kan daar heel erg creatief mee zijn. Ze zijn niet echt extreem duur, maar ze zijn echt het geld waard. En ik denk echt de absolute roofblij topper voor velen. Ja, ik heb... Hiermee hopelijk een houvast gegeven aan wat aasjes wat gewoon goed werkt. In de video wat nu volgt hebben we ook nog wat andere tips verwerkt. Er zitten onder andere wat tips in over materiaal en over een enkele techniek. En ik hoop dat je daar wat aan hebt. En als je het leuk vindt, dan laat het zeker weten. En ik ben niet per se zo van je moet een duimpje geven. Maar ik vind het leuk om mensen wat tekst en uitleg te geven over visserijen. Dus als je vragen hebt, dan hoor ik het ook graag. En binnenkort misschien wat andere visserijen weer. Laten we hopen dat in ieder geval de waterstanden ook weer sneller mogen gaan. Dat we ook weer een beetje normaal kunnen vissen overal. Maar geniet eerst van dit filmpje wat volgt. En tot snel.
Thank you.